Hallo Kijkers, ik ben Mark en ik ben van Rien met Present Architect. Vorige aflevering ben ik hier gebleven waar wij volgens mij de opslag hadden gemaakt. En de postkamer en de bibliotheek, als ik het goed heb. En nou ja, dat hebben we dus de vorige aflevering omgedaan. En ik wil dus deze aflevering in ieder geval de celblokken gaan uitbreiden. Om daar ook nog even wat mee te kunnen regelen. En ik kom er ook net achter dat ik hier overal nog metaaldetectors wil neer gaan zetten. Dat lijkt me nog wel wat fijner, omdat hier waarschijnlijk ook lepels kunnen liggen. En dat maakt het dan veel makkelijker om ze te laten graven. Zoals wat hier gebeurd is. Oké, een beetje apart dat ze hierheen gingen, want dan moeten ze nog verder graven. Maar oké. Oh, hier is ook een tunnel gevonden. Even zien, deze. Zal dus gaan betekenen dat we deze dan even op een aparte kastalen moeten gaan neerzetten. Misschien wel een verstandig idee, ja. Oh, ik krijg net geld binnen, mooi. Ontdek ik deze voorziening even. Deze ruimte kunnen we nu nog best wel goed gebruiken. Als we hier die hal nog een keer willen uitbreiden, dan komt dit net goed te zitten. Oké, nu moet alleen de stroom nog even aangesloten worden. En hoeveel kost de metaaldetectors eigenlijk? Op hebben we er nog 18. Of die kosten wel 1000 per stuk. Dat is best wel wat. Maar als we daar 18 al op voorraad hebben, dan moet het wel goed komen, denk ik. Ja, zijn we in ieder geval halverwege. Gewoon iedere keer dat ik 1000 erbij heb. Gewoon weer eentje bij plaatsen. Zo. Weer 1000 erbij, mooi. Ik hoop wel dat deze krachtcentrale het houdt. Als we moeten gewoon een deel daarvan op hier zetten. Oeh, dat is misschien wel een beter idee. Gewoon
deze gewoon weghalen. Nee. Deze weghalen. Dan zetten we die, die metalen detectors gewoon op een andere stroomlijn. En waarom? Heel simpel. Omdat deze nu heel wat stroom moet gebruiken voor de keuken. Deze die gebruikt nu heel weinig, dus daar kan weer meer stroom op. Die sluit ik gewoon alvast aan. Dan werken ze tenminste. Dat moeten we wel redden, denk ik. We zien 3, 6, 11. Oké, dat valt eigenlijk nog best wel mee. Nu hoeven we nog maar 10.000 te. Ja, dan krijgen we binnen of ze daar nog weer een beetje geld binnen. Dat is ook mooi. Kan ik er sowieso wel 3 neerzetten, misschien 4. Om 4, nice. Oh ja, nu vinden heel veel mensen er wat. Maar de meeste die lopen hier gewoon allemaal. Ja, dat had hij wel vol. Oké, mooi. Eén sterfgeval. Echt wel grappig om ze allemaal een beetje heen en weer te zien lopen.
Constant. Ach, weer een slecht geval. Oh god. Holy shit. Yay. Gelukkig zijn er geen bewakers doodgemaakt. Ik heb er nog steeds 80. Ja, dan gebeurt er ook weer zoiets. Ja, dat kan natuurlijk ook altijd gebeuren. Drie. What the fuck? Oké, eens zien waar die tunnel helemaal heen komt. Hoe dan? Dat is mijn vraag. Tunnel worden hier en daar al gevonden. Komt waarschijnlijk ook omdat de keuken gewoon nog niet, de kantine natuurlijk niet, lepelveilig was. Ja, als ze daar uitgingen, dan hadden ze gewoon tijd om gewoon naar buiten te gaan. Maar ja, nu zegt de volgende opdracht celblokken. Die ga ik ook gewoon vandaag nog misschien hopelijk proberen te regelen. Want hoeveel had ik daarvan nodig? 18.000, oké. Scheelt eigenlijk nog best wel wat. Overal liggen weer van die gevangenen.
is het zover. Ja. Of ik ga deze aflevering nog redden om die cellblok erbij te bouwen, of de volgende. Dat weet ik niet precies. Even zien, wat zijn de meeste klachten eigenlijk? Hygiëne. Misschien moeten we dat even regelen. Zoiets, denk ik. Beschermde getuige zittingsdatum. Hoe kun je die vinden dan? Misschien door grondig onderzoek? Oké, we kunnen in ieder geval zo de cellenblok maken. Oh, maar de cellen zelf nog niet.
Hoppakee. Luxe, is dat dan ook een optie? Nou, ze zijn in ieder geval bezig met fundering, dus dat van, dus dat is helemaal top. Top. Wel, ik ga nu deze aflevering afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond. Geef like op mijn kanaal. Zie ik volgende keer weer. Later.